Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Dan feliciteer ik je van harte met je benoeming tot waarnemend burgemeester. De burgemeestersketting van Dronten hangt nu op de schouders van Ineke Bakker. Zojuist benoemd en geïnstalleerd als de waarnemend burgemeester van de gemeente Dronten. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik heb er zin in, om het zo maar te zeggen. Ik begrijp toch waarschijnlijk een periode tot aan de zomer van 2019. Ja, inderdaad. Dat was ook in het gesprek wat ik met de CDK heb gehad, was ongeveer de tijdsspanne. U heeft dan een beetje kunnen kijken wat Dronten voor nieuwe soort burgemeester zoekt. De verbinder, ambassadeur en dergelijke. Zou u zelf gesolliciteerd hebben op die profielschets? Als ik een aantal jaren jonger was geweest, zou ik dat zeker gedaan hebben. Ja, er zit ook nog echt een mooie uitdaging in. Je ziet ook dat Dronten een gemeente is die volop in ontwikkeling is en die ontwikkeling ook door wil zetten. Niet alleen als het gaat om investeringen en groter worden, maar ook om zich verder te ontwikkelen, de gemeente op zich. Ja. Het is ook een mooie grootte. Ik hou zelf ook van een plattelandsgemeente. Je hebt daar mooie tegenstellingen in. Hè. Dus het stadse van Dronten zelf. En dan ook nog verschillende andere kernen erbij. En het agrarisch gebied. Het is, vind ik altijd mooi. Commissaris van de Koning Leen Verbeek. Dronten zoekt een schaap met de vijf poten, zoals de voorzitter van de Vertrouwenscommissie het noemt. U zei in de toespraak ook iets heel nadrukkelijks over ondermijning en bedreiging van burgemeesters. Wat bedoelt u precies? Ja, dat is een algemeen landelijk vraagstuk. We zien steeds meer in het hele land dat burgemeesters onder druk staan als het gaat om de dossiers van ondermijning, criminaliteit, de aanpak daarvan. En ik heb in algemene zin ook de Raad van Dronten voor willen houden dat we ons geen illusies moeten maken dat dat ook in Flevoland kan gaan spelen. Dus kritisch zijn op mensen die solliciteren en misschien andere bedoelingen hebben? Ik als commissaris heb ik mijn eigen verantwoordelijkheid dat er geen burgemeesters worden benoemd die niet opgewassen zijn tegen dat soort spanning en stress. Kijk, Dronten is geen startende gemeente meer. Het is een volwassen gemeente met een volwassen, ook qua omvang, bevolking en een sterke gemeenschap. En dat vraagt ook een goede en ervaren burgemeester. Hoe lang schat u dat de procedure voor Dronten gaat duren? Als alles volgens de regeltjes gaat, dan moet dat in 7-8 maanden rond kunnen zijn. Dan heb ik het over het moment van de daadwerkelijke beëdiging. Dus over 6-7 maanden wordt wel duidelijk wat de voordracht van de raad zal worden. Eigenlijk voor het zomerreces. Dat vermoed ik wel. Gefeliciteerd, succes met de uitvoering van uw tussentijdse voorzitterschap van ons. Ik zei al eerder in een interview, wil tot in de haarvaten van de samenleving gaan. Ook voor die periode van een maand of 7-8. Dan moet je er echt wel induiken. Dat gaat u de komende week ook echt proberen? Ja, het zal natuurlijk. Het is een korte periode. Maar het is altijd goed wel te weten wat beweegt een gemeente. Er zit natuurlijk ook een onderdeel in het coalitieakkoord wat gaat over burgerparticipatie. Ja, dan moet je ook wel weten wat de inwoners zelf willen. Dus dat betekent ook dat je kennis moet maken met die mensen aan wie wat gevraagd gaat worden. Dus u gaat veel de burgers opzoeken waar allerlei bijeenkomsten zullen zijn? We beginnen gelukkig met Sinterklaas. Dat zijn altijd mooie bijeenkomsten. Maar het is de vraag wat voor Pieter die meeneemt, of voordat u de openbare orde daar weer mee in gevaar brengt. Volgens mij komt dat wel goed hier, heb ik gehoord.